Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe SCDDG. En deze week is het Team of the Week zo ontzettend goed. Met Lewandowski, Aguero, Benzema, Pogba, Hummels en weet ik het wie het allemaal in zitten. We hebben ook een gratis pack gekregen. Maar ik weet stiekem al wat hierin zit. Dus we gaan het zien. Wat krijgen we uit ons gratis pack? Oh, het is een Futraf token. Nee, die heeft ook voor de rest helemaal niemand gehad. Dus dat wisten jullie natuurlijk helemaal niet dat ik die ging krijgen. Maar er zijn al 15k pakketten, dus daar ga ik er eentje van openen. En één normale. En dan ga ik het woord weer doorgeven aan mijn compagnon, a.k.a. Raoul de Graaf. Die dan zijn potjes gaat spelen. Hier zit in ieder geval helemaal niks bruikbaars in. Wel Riedewald en Prupper, op zich wel een hele leuke link. Ivanovic, hè? Wie wil hem nou niet dubbel hebben? En dan vervolgens Lacazette. Ah, op de pack. Ik stook mijn poot. Oeh, dat was bijna de game. Ja, maar het is toch Valdez van LOS. Oh, het is van standaard luik. Gast heeft zijn carrière ook helemaal vergooid. Maar dat waren de packs van vandaag. Raoul, succes! Nou Rob, je wordt ontzettend bedankt voor al die shitpacks. Echt super tof. Geen enkele speler die echt verbetering is van het huidige team dat we hebben. Want we blijven gewoon bij het BBVA-team. Dat doet het zo ontzettend goed. En misschien is het dan ook wel een idee als we wat spelers gaan verkopen die we niet nodig hebben. Zodat we dat team dan kunnen verbeteren. En dat zijn nogal heel veel spelers die we in de club hebben. En dat zijn dus ook nogal heel veel spelers die we waarschijnlijk nooit gaan gebruiken. Nou, het maximum aantal spelers dat we op de transferlijst kunnen zetten, dat is er nu. Dus ik ga ze even allemaal stuk voor stuk listen. Heel erg leuk, heel erg veel zin in. Nou, daar moeten we ongetwijfeld wat coins uit halen. 30 spelers die allemaal minimaal voor 700 coins gaan. Hoeveel kom je dan uit, Raoul? Dat is, de hoofdrekening niet, 21.000 coins ongeveer. Nou ja, als je 21.000 coins hebt, daar kan je heel veel goede BBVA-spelers van kopen. Een like zou trouwens super chill zijn op deze aflevering van FC DDG. En vergeet ook zeker niet even te abonneren op de kanalen van Rob en van mij. Want daar komen de komende weken ontzettend veel pack openings op. Heeft hij nou het Basel kit ingesteld? Wat is dat nou weer? Of heb ik dat zelf een keer gedaan? We komen in ieder geval tegen een Bundesliga-team. Ziet er best goed uit. Veel pace. Ja, goed team. Ik denk dat we die coins van die spelers wel kunnen gebruiken. Want ondanks dat Pukamu wel goed is, denk ik dat Rossi toch misschien wel een upgrade verdient. Misschien iets van Griezmann of Benzema daarin. Terug op Gabi. Dit is een jammerlijke paas, maar Iniesta. Op hem kan je gewoon altijd vertrouwen. Het is mi amigo. Mi amigo Iniesta. Wat een beest. Die paas is heel slecht en alsnog giert hij hem gewoon mee. En hij scoort hem ook gewoon vanaf een best lastige hoek. Daar gaan we weer. En buitenlangs. En afmaken. Oh, werd die bal van de lijn afgehaald. Dat is zonde. Danilo komt er overheen. Goede voorzet die eruit kan komen. En Rossi die komt er ook gewoon nog tegenaan met zijn koppie. Iniesta op Bakambu. Elke keer dan is die paas niet goed genoeg. Laporte zet het op een lopen. Een perfecte dieptebal van Laporte. En heel erg lekker afgemaakt van Bakambu. Vlak voor rust. We hadden heel veel kansen gecreëerd. Maar elke keer konden we net niet de trekker overhalen om een doelpunt te scoren. En nu is het onze centrale verdediger die de creatieve geest heeft om dat wel voor elkaar te krijgen. Hey, mijn tegenstander is geen rage quit. Dat is heel positief. Want ja, hij had niet echt heel veel kansen gehad tot nu toe in deze helft. Hij had precies 0 schoten op goal. Dus eigenlijk is het gewoon positief. Kunnen we eerder die punten krijgen. Kunnen we eerder weer promoveren naar de volgende divisie. Alright. Weer een tegenstander gevonden. Dit keer is het een speler die wat langer uit speelt. Sinds 2012 stond er. Dus ik ben benieuwd. Hij heeft een BPL-team. Dat er oké uitziet. Enige beetje nadeel voor hem is dat hij toch wel een redelijk aanvallend middenveld heeft. Dat niet echt defensieve steuning geeft. Alleen Schweinsteiger, maar dat is dan weer net niet de snelste speler. Kovacic. Oh, dit doet je goed. En dan door op Iniesta die niet buiten spel staat. Uit de rebound. Ah, Petr Cech. Ik haat het. Ik haat het als ik tegen hem moet. Kovacic. Heel goed gedaan. Doorsteken terug op Kova. Oh, dit doet hij goed. Dit doet hij heel erg goed. En we staan 0-1 voor. Wat een combinatiespel. Het hakje dat uiteindelijk fout gaat, maar toch weer goed gaat. En dan is het Rossi die hem afmaakt. Giuseppe. We zijn weer echt met veel te veel man in de aanval. Vroege voorzet. Rossi met je linker binnen volleren. Oh, wat een lekkere volley. Oh, ik had hem makkelijk aan kunnen nemen, maar ik vertrouwde erop dat Giuseppe dat kon. Ik praatte over hem vervangen. Maar als hij zo blijft spelen, dan is dat toch eigenlijk helemaal niet nodig. Oh shit. Keeper. Navas. Keeler. Wat doet hij? Wat doet hij? Nee. Oh, nee. Grijp in. Op tijd ingegrepen. Heel erg keurig gedaan. Nou, uiteindelijk gaat hij er alsnog in. Door Bastian Schweinsteiger. Ja. Hey, we gaan gewoon gelijk weer scoren. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Is dat Kigoviak?
Lekker gedaan, lieve vriendelijke Paul van me. Heel goed gelopen, heel goed meegenomen. Het is net een echte spitsengoal. Tsjech die had hem nog bijna, een beetje geluk daarmee. Maar Krijovjak scoort gewoon. Nou, nog één doelpuntje om het af te ronden. Bakambu, huppakee, diving header. Via binnenkant paal erin. Haha. Nee, verrek Danny. Verrek Danny. Nee, Danny. Wat doe je nou? Oh, we zijn er in één keer door. Damn, Daniel. Back at it again. Witte steekpaas. Een 2 tegen 5. Ja, de scheidsrechter fluit af. We hebben gewonnen, jongens. We hebben heel comfortabel gewonnen. We hadden al een paar doelpunten gescoord richting het einde. Dat moet ik toegeven. Maar Kovacic, wat ben jij toch een smikkelbeer met Man of the Match. Oh. We hebben de volgende aflevering nog maar één punt nodig. En dan promoveren we naar divisie 5. Krijgen we daar weer wat coins voor. Zijn hopelijk een aantal spelers verkocht tegen die tijd. Dus ja, je wordt bedankt voor het kijken naar deze aflevering van FC DDG. Vergeet dus vooral niet het kanaal van mij en Rob in de gaten te houden als je dat nog niet doet. En dan check ik jullie allemaal donderdag weer als ik packs ga openen voor Rob. Fijne Koningsdag trouwens. Joejoe!